Er is sprake geweest van een ongebreidelde uitgifte van concessies. Zo begon minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zijn betoog afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée tijdens de begrotingsbehandeling. Volgens hem is het niet eenvoudig om ordening te brengen in de chaotische situatie die hij heeft aangetroffen op het ministerie. Hij legt uit dat diverse woongebieden in het binnenland zonder medeweten van de dorpsgemeenschappen zijn uitgegeven als schoutconcessies. Zelfs in de bufferzone van de Afobakka waterkrachtcentrale zijn er goudconcessies uitgegeven. Dwars door alle politieke organisaties, voorzitter, en ik durf het te zeggen. Dwars door alle politieke organisaties, ja, zijn er belangen. Ja. Wat je niet wil, is dat er geen sprake moet zijn. Je wil niet dat er sprake moet zijn, voorzitter, van belangenverstrengeling. Maar die belangen die zijn er wel. Maar ik stel u de vraag, voorzitter. Wist u dat mijnbouwrechten waren verleend in de bufferzone van de waterkrachtwerken in Brokopondo? Ja? Zeker niet door deze regering. Het totale woon- en leefgebied van dorpsgemeenschappen in het binnenland. Ik noem bijvoorbeeld Godoolo. Een dorp dat al langer dan 250 jaar op diezelfde plek is gevestigd. Ja? Ik noem Phuketi. Maar ik kijk naar de parlementariërs uit Brokopondo. Ik noem Boslanti. Ik noem Compagnie Creek, Dripada, Tapuripa. Minister Abiyamofo gaf ook aan dat bij zijn aantreden besloten is om de uitgifte van goudmijnbouwrechten tijdelijk stop te zetten. Dit is gedaan om een inventarisatie te kunnen maken van het tot dan gevoerde beleid. Ook moesten de vele klachten die er zijn over conflicten tussen concessiehouders en lokale gemeenschappen in kaart gebracht worden. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan de tientallen mijnbouwrechten die op de valreep door de vorige regering zijn uitgegeven. Naar eigen zeggen heeft Abiyamofo na 22 maanden een goed beeld van hoe de verschillende belangen in de sector lopen. Ordening van die kleinschalige goudsector zal op een integrale, maar ook interdepartementale manier geschieden. Verschillende stakeholders zullen een bijdrage daartoe leveren. Ik kan noemen de Belastingdienst, het Ministerie van Justitie en Politie, ROM, en waar nodig andere relevante ministeries en instanties, voorzitter. Het ministerie heeft een beleidsnotitie ten aanzien van de structurering van mijnbouw in onze waterlichamen. Niet alleen goudwinning door kleine artisanale pontons, de dokipondos zoals we die noemen, maar ook door de zogenaamde scallions en verder ook de regulering van de winning van bouwmaterialen in onze rivieren. Deze notitie wordt eerst gepresenteerd aan de regeringstop en daarna aan de regeringsvergadering voor een definitieve besluitvorming in zaken mijnbouw op de bodems van onze waterlichamen.